De donkergroene Renault werd gisteren ontdekt door duikers. De eigenaar van de auto vertrok in maart 2004 in depressieve en overspannen toestand uit zijn ouderlijk huis en werd sindsdien niet meer gezien. De auto en kleding komen overeen met de vermiste man, maar de politie wil nog niet zeggen dat het om de Ellekommer gaat. De auto heeft 8 jaar in het water gelegen, dus wat wij daar aan hebben getroffen is moeilijk te rechercheren en zal nader onderzoek nodig hebben. De zoektocht is een initiatief van Signy Zoekhonden, een organisatie met hondenbegeleiders en duikers die vrijwillig zoeken naar vermisten. We hebben de auto gevonden 2 weken geleden door middel van de honden. Gisteren zijn we terug geweest met ons duikteam en we hebben resultaat gehad. 8 jaar geleden hadden wij totaal geen aanwijzing waar de Ellekommer was gebleven. Wij wisten totaal niet waar hij heen was gegaan en ook geen aanleiding gehad om daar in de IJssel te zoeken. Wij zijn hier gaan zoeken omdat dit toch een oude verdwijning betrof. En toen hebben we gewoon gezegd van we gaan dat alles op alles zetten om te kijken of we dit tot een goed resultaat kunnen afronden. Met de vondst komt mogelijk een einde aan de jarenlange vermissing van de jonge man en de onzekerheid die de familie 8 jaar heeft gekend.